aldus een kort fragment van een optreden door de artiest Sean Roosevelt gisteravond bij het Huis van Cultuur van Haiti. Cultuur is een krachtig middel om mensen te verbinden, grenzen te overstijgen en bruggen te bouwen van begrip. Culturele uitwisselingen kunnen misvattingen wegnemen. De vestiging van het eerste Huis van Cultuur buiten Haiti moet het behouden, promoten en delen van de culturele erfenis van Haiti met de hele Surinaamse gemeenschap bevorderen. Bij de opening van dit initiatief is het dan ook passend een culturele avond te organiseren. De opening van dit Centrum voor Cultuur volgde na het ondertekenen van een gezamenlijke verklaring tussen president Santokki en zijn Haitiaanse ambtgenoot op 24 november 2023, waarin dit voornemen werd bevestigd. Surinamers zijn nu beter in staat kennis te maken met het cultureel erfgoed van Haiti.